Beste mensen, het is koud. Dus we gaan het wat mij betreft heel snel afwandelen. Ik heb begrepen dat we aftellen, dat zou ik gezamenlijk willen doen. Dat geeft ook aan dat we samen voor dit gebouw gaan. Dus ik begin bij 10. 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allereerst geef ik nu heel graag het woord, met heel veel plezier, aan de architect. Onze eigen Rotterdammer, mag ik wel zeggen, Rem Koolhaas. Hij bouwde over de hele wereld, ik hoef u daar niets over te vertellen. Wat is zijn visie op de hedendaagse architectuur en hoe ziet hij de Rotterdam? Rem Koolhaas. Hartelijk dank. De organisatoren van deze middag zijn zo sophisticated geweest dat ze mij gevraagd hebben niet alleen over de Rotterdam te praten, maar ook een beetje over de architectuur in het algemeen en over de stad Rotterdam. Ik ben weliswaar hier geboren, maar mijn ouders hebben me toen ik 4 maanden oud was mee naar Amsterdam genomen. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer terug geweest tot ik 38 was. En moest kiezen waar wij ons architectenbureau gingen vestigen. En ik kwam toen net uit Amerika en had natuurlijk de keuze om in Amsterdam te gaan zitten of ergens anders in de Randstad. Maar ik had een instinct dat Rotterdam de beste voedingsbodem zou bieden voor het soort architectuur wat wij zouden willen maken. En ik was me vaag bewust dat Rotterdam eigenlijk sinds de oorlog en eigenlijk domweg door het simpele feit dat het ooit verwoest was, het hele idee van moderniteit in Nederland systematisch had gevoed. We zijn hier vandaag om de eerste paal van dit gebouw te vieren. Maar tegelijkertijd weten we waarschijnlijk dat we ook de winnaar zijn van een prijs voor het stadskantoor. En dat we werken aan een gebouw bij de AMRO. En wat u hier ziet is eigenlijk de resultaten van een repertoire waar we de laatste 10 jaar als bureau aan gewerkt hebben. Om een soort benadering te vinden hoe je kan deelnemen op dit niveau in de internationale architectuur zonder je ziel als het ware te verkopen aan een eindeloze en frustrerende formalisme en pure esthetiek. In dit gebouw geprobeerd hebben en ik denk dat het feit dat we nu 12 jaar na het allereerste begin in een situatie zijn dat het ook echt gebouwd wordt, betekent dat die strategie op zichzelf intelligent was. Het idee was, we gaan hier een gebouw maken wat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Die onderdelen zijn op elkaar gestapeld zodat ze elkaar min of meer overeind houden en beïnvloeden. Maar er is geen definitief evenwicht. Ze worden ook zo op elkaar gestapeld dat ze nooit een dichte wand vormen. Er blijft altijd spleten open om doorheen te kijken. Zolang we op een of andere manier bij dat ideaalbeeld eindigen, dan kunnen we bewijzen dat we het proces met de juiste instelling zijn ingegaan. Het is naar mijn gevoel ook een wezenlijk onderdeel van een strategie van duurzaamheid. Omdat, dit is een brief history
van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De Gouden Eeuw, alles bijzonder intelligent. De jaren 70, de verzorgingsstaat. Het einde van de verzorgingsstaat, de jaren 80, deregulering. En nu zitten we allemaal met een soort wanhopige IKEA-hoogte. We kennen allemaal dit beeld. Iedereen weet wat het is, maar niemand weet waar het is. Dit is het eindbeeld waar we het nu over hebben. En ik moet zelf zeggen dat ik buitengewoon gelukkig ben dat iets van deze ambitie, met deze reële uitgangspunten, met deze partners, en dan noem ik met nadruk MAB om zijn stamina, OCW om zijn nieuwe impulsen die het heeft kunnen geven, maar ook de stad die uiterst secuur en competent heeft geopereerd, tot een dergelijk resultaat zijn gekomen.